Louis. Ik zeg het je maar één keer, pik hem hoog. Dit wordt hem. Let op mijn woorden. Scorenvermogen, power. Beetje leuk om naar te kijken is ook belangrijk, toch? Ja, al je toedraai te laag. Zo, Timon. Emiel, we zitten weer. We zitten er weer. Ietsjes grijzer en grauwer dan de vorige keer toen het lekker het zonnetje scheen in Utrecht. Ja, ik heb ook al bijna een skateboarder van zijn sokken gereden. Maar het mag de pret voor ons nog niet drukken. Nee, want de eerste groepsstrijd van het Nederlandse elftal tegen Senegal komt nu wel echt heel dichtbij. Ja, en dus zijn we hier om de opstelling van het Nederlands elftal voor die wedstrijd te bepalen. En we zijn natuurlijk, jullie hebben het waarschijnlijk al gezien, in de hoofdstad Amsterdam. Amsterdam is met ruim 900.000 inwoners de grootste stad van ons land. Onder meer Johan Cruijff, Dennis Bergkamp en Daley Blind zijn in de hoofdstad geboren. Daarna speelde Oranje veel van zijn thuiswedstrijden in de Johan Cruijff Arena en werden in 1988 de kerstvers Europees kampioenen gehuldigd in de Amsterdamse grachten. Ja, ik ga toch voor Bijlo. Laten we maar gewoon met Bijlo beginnen. Laat het niet te hard zeggen hier in Amsterdam. Nee, maar ja, dat maakt niet zoveel uit. Het is gewoon een goede keeper, toch? Maar ja, ik ga uiteraard gewoon voor Pasveer. Pasveer, dat is natuurlijk iemand die zich al bewezen heeft natuurlijk in Europa. Bij Ajax, ja, Ajax, wij zijn de beste natuurlijk. We gaan voor ervaring met Remco. I don't know his name, but... Pasveer. Ja, yeah, it's a Pasveer, ja. Yeah. Remco is natuurlijk gewoon een oude lul. Maar die weet je natuurlijk wel zo uit de hoeken te prikken. In Amsterdam dus geen plek onder de lat voor Andries Noppert. En wat betreft de rechtsback? Ja, dat kan er maar één zijn, de stoomtrein, Denzel. Ja, we gaan hem gewoon lekker op rechts gooien. Nou, in ieder geval Van Dijk. Nou, dan laat Ajax uitspreken, doe Timber erbij. Links, oké. Ik wil toch... bij een van de beste teams ook ter wereld. Ik zet onze Bayern München-speler, zet ik gewoon die kant op. Ik denk Van Dijk en dan rechts daarvan willen we Timber en op links Nathan Ake. Van Dijk is de best defender of the Dutch team. Ja, helaas dan. Ik ben fan van Ruud Gullit's zoon. Ja, nou, ik zou toch voor Malaysia gaan, sorry. Sorry, zegt u? Ja, sorry voor Blind, maar ik zou toch even in het begin met Malaysia gaan. En puur voor de snelheid, niet voor het voetbal in zich. En Ake zetten we hier neer omdat hij toch eigenlijk Blind uit de brand gaat helpen, want die gaat bij ons linksback spelen. Het was wel een klein twijfelpuntje, of het Daley nou op die linksback. Maar ja, ik zou eerder gaan voor jonge energie. Dus jij zou hier Malaysia misschien wel? Ja, misschien wel. Maar die speelt ook niet heel denderend de laatste weken. Dus misschien moeten we toch voor de vaste de slimmigheid van Blind gaan. We gaan hem toch weer weg? Ja, we halen hem gewoon weg. Het is ook een Feyenoorder. Blind krijgt het voordeel van de twijfel in zijn geboortestad. Op het middenveld kunnen we uiteraard één plekje alvast invullen. Ja, nou, middenveld uiteraard Frenkie de Jong. Ja, Frenkie? Ja. Ik zeg de zoon van Cruijff. Frenkie blijft gewoon mijn maatje. Javi Simons. Is very, very best player. Is the future of the football. Steven Berghuis graag in de basis. Echt wel elke wedstrijd weer van groot belang, ook voor Ajax. Ik denk dat hij gewoon qua vurigheid goed in het team past. Ja, ik ben echt wel een fan van Koopmeiners. Dus die komt er daarnaast. Gakpo, yes, very good Gakpo. In my team in FIFA. Nou, dan doen we nog Klaassen erbij. Dit is die kerel, als het 0-0 staat, op de 90ste minuut, tikt hij hem erin. Klaassen niet onomstreden bij Ajax, wel onomstreden bij het Nederlands zelf. Dit team nodig heeft als je zeg maar, op het middenveld eigenlijk onder bezet bent, slash aanval, dat je gewoon mensen hebt met longinhoud en dat kan hij brengen. En hierachter heb je twee goede voetballers. Heel veel teams draaien om met slopers erachter en creatief op 10, maar ik denk dat in deze formatie dit beter werkt. Klaassen, Berghuis, Gakpo of toch Xavi? We gaan door naar de aanval. Wie gaan de goals maken? Memphis, die speelt in principe. Memphis, omdat hij veel klasse heeft. Oh, Bergwijn moet ook nog spelen, ja, vind ik wel. Ja. Bergwijn kun je in de spits doen, inderdaad. Lastig hoor. Ik zou denk ik persoonlijk toch voor Cody gaan. Ja. Voor Gakpo. Maar die heeft wel gewoon goede techniek, kan een voorzet geven, kan afmaken, hard schieten, ziet het wat er om zich heen gebeurt. Heel veel mensen zijn kritisch over hem, maar ja, het is toch wel iemand die gewoon op het veld toch best wel een beetje imposant is. Hè? Dus ik ga toch voor deze kerel hier. Tijdens WK zijn we één, hè? Laten we dat even voorop stellen. Of het nou de kakkerlakken zijn, of het nou die boeren uit Eindhoven zijn, weet je, het boer kan maar niet uit. We zijn nu één collectief en we gaan ervoor zorgen dat ze in Qatar ongelooflijk veel bier gaan zuipen. So, this squad gonna bring Ramené Lacoupe à la Nederlander. Ramené Lacoupe à la. Yeah. Louis. Ik zeg het je maar één keer, pik hem hoog. Dit wordt hem. Let op mijn woorden. Ja, natuurlijk gaan we wereldkampioen worden. We moeten gewoon positief blijven. En dan hebben we een lekker feestje hier met z'n allen. En dat is het belangrijkste gewoon. En dan hebben we allemaal een hele leuke kerst. Zo, dat was Amsterdam. En dat was ook wel lichtelijk te merken. Laat vooral in de comments weten naar welke stad we de volgende keer moeten. Later!